Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, districtscommissariaat en bureau gemeenschapsprojecten slaan handen in één. President Chandrika Persat Santokhi terug in Suriname. Voorbereidingen, competitie, logo en slogan voor 50 jaar CARICOM. En schoon en veilig drinkwater voor Maron gemeenschappen Afobakaweg. In het kader van de verwezenlijking van verschillende gemeenschapsprojecten in Kommewijnen heeft districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab een memorandum of understanding ondertekend met het bureau gemeenschapsprojecten. De gemeenschapsprojecten worden uitgevoerd om diverse gemeenschappen te voorzien in hun behoeften, armoede tegen te gaan en inkomsten te genereren. Middels het uitvoeren hiervan wordt een mechanisme opgezet van duurzaamheid en continuïteit, waarbij onderhoud en samenwerking centraal staan. De ondertekening vond plaats op maandag 22 augustus 2022. De gemeenschapsprojecten zijn geïnitieerd door het districtscommissariaat zelf en middels de ondertekening van het document tonen beide partijen hun bereidwilligheid tot realisatie van de plannen. In deze fase gaat het om het aanleggen van een speeltuin te Marienburg, de bouw van een aula en renovatie van de loopbrug bij de openbare begraafplaats ter Laarwijk, de bouw van een toilet voor de aula te Voorburg, renovatie van de recreatiezaal en kantoor voor de bestuursopzichter van het resort Johan en Margrethe. Verder staan er voor de komende periode meerdere gemeenschapsprojecten op het programma. Het 50-jarig jubileum van de Caribische gemeenschap wordt op 4 juli 2023 gevierd. In dit kader lanceert het CARICOM-secretariaat een regionale slogan- en logo-wedstrijd, waarmee CARICOM-burgers actief betrokken worden bij het heugelijk feit. Het doel van deze wedstrijd is om het bewustzijn over de rol van CARICOM gedurende de afgelopen 50 jaar te vergroten onder de Caribische gemeenschap. De nationale commissie die in Suriname belast is met de organisatie kwam op maandag 22 augustus 2022 bijeen. Beginnen. De CARICOM wordt volgend jaar bestaat dan 50 jaar en in het kader daarvan zal er een logo en slogancompetitie gehouden worden. En alle lidlanden worden dan in de gelegenheid gesteld hun inzendingen op te sturen naar het secretariaat. Dat wordt dan door een regional committee beoordeeld en daaruit zullen dan de beste inzendingen worden gehaald. De inzending die als winnaar eruit komt, zal worden gebruikt vanaf een bepaalde periode. Eigenlijk vanaf die winnende inzending binnen is tot en met volgend jaar juli. Want juli wordt 4 juli, bestaat de CARICOM dan 50 jaar. Ieder vanaf 18 wordt in de gelegenheid gesteld een inzending te doen. Maar ook de gelegenheid wordt geboden aan degene onder de 18. Daarvoor is er toestemming van de voogd, de ouders nodig van zo iemand. Dus een creatieveling van 10 jaar, 15 jaar, 12 jaar, die kan ook meedoen. Maar het is dan een zaak dat de ouder, de voogd, daarvoor toestemming verleent. Vanaf morgen zal de advertentie de deur worden uitgegaan. En vanaf dat moment kunnen mensen alvast aan hun creativiteit werken. De inzendingsperiode is open tot en met 9 september. Ja, 9 september. En daarna
komt de nationale commissie bijeen. Ze gaan de inzendingen beoordelen, bestuderen. En dat wordt dan opgestuurd naar het CARICOM-secretariaat. De nationale commissie heeft tot 23 september om de nationale inzendingen te beoordelen en op te sturen naar het CARICOM-secretariaat. Daarna komt die regionale commissie bijeen. En de regionale commissie bestaat uit Suriname als chair van de CARICOM, Bahamas als incoming chair en Belize als uitgaande chair. En iemand van het CARICOM-secretariaat. En ze gaan ook een jongere erbij doen, iemand van het CARICOM Jeugd Ambassadeurskorps. Die gaan dan de inzendingen beoordelen en daarna vanuit de regional committee wordt er dan nader informatie verstrekt. Dus wanneer de regional committee bij elkaar is gekomen, weten we dan verder hoe alles dan verloopt. Voor de slogan is er een prijsopport van $500 en voor die, het logo is er een prijsopport van 1500. Maar nu is de focus gericht op de slogan, want je slogan moet aansluiten op het logo. Dus nu is even de focus gericht op het concipiëren, het indienen van een slogan, zo mooi mogelijk en daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om onze mensen op te roepen. Het kan ingediend worden in het Nederlands of in het Engels. En bij deze roep ik de mensen op. Laat je creativiteit werken. En laat Suriname ook participeren in het geheel. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft op 19 augustus 2022 samen met vice-president Ronnie Brunswijk het regenwateropvangproject RWH officieel in gebruik genomen. Met het wateropslagsysteem hebben 92 huishoudens van de Maron-gemeenschappen langs de Afobakkenweg tussen Krakka en Marshallkreek toegang tot schoon en veilig drinkwater, overeenkomstig de nationale standaarden. Vice-president Ronnie Brunswijk gaf in zijn toespraak aan dat er wereldwijd ruim 700 tot 800 kinderen onder de leeftijd van 5 jaar sterven aan de oorzaken die gerelateerd zijn aan het gebrek aan schoon drinkwater. Volgens hem zal de regering het bieden van gezondheidszorg als primaire taak vasthouden. Minister Emanuel feliciteerde de gemeenschap met dit project en drukte hen op het hart om deze geste te koesteren en er zuinig mee om te gaan. Dit project is door de overheid ontwikkeld om invulling te geven aan Sustainable Development Goal nummer 6. Schoon en veilig drinkwater voor een ieder. De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de Caribbean Development Bank onder het Basic Needs Fund Trust 9th Program. President Chandrika Prasad Santokhi is op zaterdag 20 augustus 2022 na een succesvol werkbezoek aan Trinidad en Tobago terug in Suriname. Behalve het Agri-Invest Forum en Expo 2 heeft het staatshoofd diverse bilaterale gesprekken gevoerd met regeringsleiders en regionale functionarissen. President Chandrika Prasad Santokhi sprak als voorzitter van de CARICOM tijdens de opening van het Agri-Investment Forum en Expo 2 op 19 augustus 2022. Het werkbezoek had als doel de samenwerking van Suriname met andere Caribische landen te intensiveren. In dit kader is er met verschillende organisaties en ondernemingen gesproken over mogelijke samenwerkingen in de vorm van public-private partnerships. Het staatshoofd heeft tijdens een gesprek met de Caribische Kamer van Koophandel de mogelijkheden hiervoor besproken. Binnenkort zal er een vervolggesprek plaatsvinden tijdens een bezoek aan Suriname. De landen in de regio hebben afspraken gemaakt die moeten leiden tot meer exporten binnen de CARICOM. Hiervoor is het belangrijk dat er samen gekeken wordt naar verschillende aspecten van de agrarische sector, waar de meeste landen nog moeten werken aan innovatie binnen de verbouwing van gewassen, logistiek, transport en wet- en regelgeving. En
dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.